Nou, goedemiddag. Auke Geurts hier, eigenaar van Topmunt, de eigenaar van het winkelcentrum hier. En we zijn hier eigenlijk voor een heel blij moment, lang verwacht, toch gekomen nu uiteindelijk, dat de renovatie van het winkelcentrum begonnen is. We hebben het kaderbesluit, zit op dit moment nog in de commissie en daar gaan we ook nog een besluit over nemen. Maar dat gaat ook over het opknappen van het gebied in zijn totaal. Er komt een nieuwe Aldi, er komt een nieuwe supermarkt terug hier in het winkelcentrum. Het wordt een stuk opener, maar Auke, misschien wil jij daar zo meteen nog iets over zeggen. We zijn sowieso met een ontwerpgroep aan de gang gegaan met bewoners hier uit de wijk. Om te kijken hoe zij graag deze buitenruimte ingericht zouden willen zien. Daarbij gaan we ook het morslint, zeg maar het groene lint vanaf het Morspark ook verbinden daar naar het Granaatplein. We gaan sowieso proberen alle elementen van het Granaatplein weer opnieuw te gebruiken in het kader van de circulariteit. Dat hier echt een mooi verblijfsplein komt met veel groen, waarin het ook fijn is om hier met elkaar te zijn. Dus daar ben ik super blij om. Ik denk dat deze plek echt verdient dat het weer een hart van de wijk wordt. En daar zijn nu de eerste stappen in gezet. Hopen volgens mij eind van dit jaar dat het klaar is en dat het echt opgeleverd kan worden. In ieder geval al qua winkelcentrum. Zodat een stuk van de buitenruimte, dat duurt nog iets langer, want dat laten we namelijk samenlopen met het rioleringsproject. Want anders zouden we namelijk in korte tijd twee keer de straat open moeten leggen. Nou, ook in overleg met die bewoners hebben we gezegd, dat doen we niet, dat doen we in één keer. Dus dat gaat pas volgend jaar gebeuren. Dus over enige tijd is hier een schitterend winkelcentrum met nieuwe winkels ook erin en een hele mooie buitenruimte. Nou, ik ga zo het bord onthullen en daar staat... Hoop ik ook een plaatje op over hoe het ook gaat worden. Auke, geef ik jou nog heel even het woord. Dank u wel. Wat ik wel leuk vind om toe te voegen, wij zijn al wat langer eigenaar hier en al lang in overleg ook met de gemeente om het weer een nieuw smoel te geven. U zei er al iets over. De ambitie van de gemeente is wat breder geweest dan alleen het winkelcentrum. En uiteindelijk heeft dat voor ons ook geleid om het winkelcentrum anders te ontwerpen. Meer met een gezicht naar buiten toe. Dus wat we hebben gedaan in overleg met de gemeente, dat we ook gekeken hebben naar het plein en de omranding. En zelfs gebouwen die er nog verder omheen staan, die allemaal op termijn of aangepakt gaan worden. Wij gaan nu voor de troepen uit. En die alzijdigheid betekent dus dat we eigenlijk alle kanten aanpakken en de winkels die voorheen naar binnen gericht waren, nu het gezicht naar buiten toekeren. En dat maakt het naar onze mening een stuk aantrekkelijker, met name ook voor de bewoners. U zei het net al, er komt een supermarkt bij, maar we geven ook bestaande winkeliers nog steeds een plek. Dus er komt een bakker en er komt een dierenwinkel, een kapper, de stomerij krijgt een plek. Dus wat dat betreft een winkelcentrum voor iedereen. Wij zijn heel trots dat we nu mogen beginnen. En met een aantal maanden zitten we waarschijnlijk met een nieuw centrum en hopelijk daarna ook snel met de planranden. Bedankt. Heel goed. Aan u. Ja. Wel, het gaat goed, het gaat goed. Ja, mooi. Nou, hartstikke goed. Tada. Tada, het schets. Ja.